Dat is hem dan. De vakantieparkenkoning Peter Gillis. Rondom gevuld en voor een dieetcoach een uitdaging. Na dat akkefietje in die ambulance lijkt Peter nu echt af te willen vallen. En doet hij wat hij het meeste haat, bewegen. Ik ga aan een wandel-event meedoen. Daar is 5 kilometer, dat is niet zo heel spannend. Maar... 5 kilometer? Ja. Nou. Dat is een event rij. Daar zullen wij de 10 van maken, of niet? Peters 30 jaar jongere vriendin is helemaal aan het miljonairsleventje gewend en begint een seksshop. Pandje gekregen, dat moet ingericht worden. Wordt natuurlijk een dure grap, dus ze doet van alles zelf. Ik wil niet afkraken, maar je zit allemaal verfzakken. Park Prinsenmeer. Vroeg in de ochtend. En dit martelwerktuig is Peters nieuwste vriend. Die pollen wil niet uitgelachen worden in een sportschool. Bovendien kost zo'n abonnement knijterveel geld. En een loods had hij al. Hier ziet niemand hem voor aap zitten. Kan hij zichzelf voor de gek houden. En zwetend als een otter fitnessen. Nou is hij de afgelopen weken al een paar kilo afgevallen. Dus ik kijk het nog even aan. Tjik, tjik, happatee. Programma beginners. Hup. Quick start, happatee. Daar ben ik Fox Wild van. Lekker bewegen. Was ik nodig? Ja, ik ben al 10 kilo afgevallen. Ik doe iedere dag wandelen, dus dat gaat wel goed hoor. Mijn suiker naar beneden. Maar ik heb het idee dat ik te hard ga. De ingebouwde stappenteller staat inmiddels op 64 als we in de verte dat Italiaanse scheurijzer horen aankomen. Zoontje Mark mag af en toe papi's auto lenen en komt zijn vader aanmoedigen. En foto's maken. Want dit gelooft niemand. Oh, je bent al flink bezig. Nou, ik heb mijn tong onder mijn schoenen hangen, jongen. Ja, ik denk, wat gebeurt hier? Ik heb nog nooit gezien. Een sportcentrum en een werkplaats. Ik ga ermee stoppen. Ja, pauze? Oh, jongen, ik sta al een uur op. Oh. Op Park de Berg is Richard de beheerder. En technisch is hij, een nul. Als hij een kabeltje ziet, raakt hij in paniek. En dan moet Ruud langskomen om de boel weer aan te zwengelen. Ik hoor je wel, hey, maar... Hé, Ruud! Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben geen televisie, we hebben geen beeldmateriaal. Okay. Dus geen filmpjes, geen clips, geen achtergrond, iets wat we kunnen laten zien. Zet de tv's aan. Ja, die staat aan. Okay. Ik heb geen beeld. Oh nee toch, Richard. Even kijken. Waarvoor hebben wij geen beeld? En geen geluid? Ik weet het niet. Ja, dat weet ik ook niet, Richard. Even kijken. In oud. Waar kom jij vandaan? Als je speelt met kabeltjes, dan krijg je dat. Het is wel erg genoeg, weet je wel. Nee. Ken ik niet. Even kijken, uitgaand. Ja. Zie je al beeld, Richard? Nee, we hebben nog geen beeld, Ruud. Het is gewoon een beeldje bij elkaar, Richard. Gaat goed, Ruud? Pak ik even de volgende bestelling, hè? Ja, doe dat maar, Richard. Nee, ik had zo eens... ik heb natuurlijk, als ik ga wandelen en hier op de apparaat, veel tijd om te denken. Dus ik had bedacht, jongen, dat ik direct die wandelloop mee ga doen in Venray. Ja. En dan ga ik sponsors verzoeken. Kijk, en als ik hem dan uitloop, dan ga ik mooi dat geld van die sponsors geven aan zo'n diabetesfonds. Dat is een goed doel. Dus ik had gedacht... Jij als eerste sponsor. Ik zal eens kijken wat ik kan missen. Dan moet ik gewoon een paar maandsalarisjes in, dat is toch goed? Dat kan ik zelf bepalen, dus... Ja, dat is ook wel zo. Maar ik zou zeggen, ga zo door, ik ga weer aan het werk. Maar ik werk ze. Wandel ze. Dan ben je er een fiets pakken, jongen, hier. Ja. Elektrisch fiets. Nee, gewoon een fiets. Met zijwieltjes.
Adoe. Wie ook op het park is, is Nicole. Naast hatsenflatsen kan ze ook fietsen. En vandaag komt ze haar peperduur gemanicuurde handjes uit de mouwen steken. Dit was trouwens mijn idee. Stopwatch aan. Stopwatch start. Zo, aan. Nou, de stopwatch is voor te kijken hoe lang ik erover doe, hè? Nou, volgens mij moet je drie caravans in een uur doen, volgens ons beleid. Ik ben zelf maar eens een keer gaan poetsen, omdat ik zeur natuurlijk altijd tegen die dames dat ze dat te lang over doen. En ja, zeggen ze maar, we hebben geen tijd en we hebben geen dit en we hebben geen dat. Ik zorg ervoor dat ik zelf heel de caravan schoon heb in 10 minuten. Dan kunnen ze mij niks meer wijsmaken dat ze er geen tijd voor hebben, want dat hebben ze wel. Die het ook ruim binnen de 10 minuten weet te houden, is die bolle in zijn loods. Hij is kapot. Ja, ik zit er even doorheen. Haha. Schatje. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben een caravan schoon aan het maken. Let maar op mijn nagels. Ja. Ik ben kapot. Wat ben je aan het doen dan? Ik heb eens even 4 kilometer gewandeld met het apparaat. Ja, goed bezig. Ja, hè? Ik ben ook helemaal kapot. Ja. Maar ik zat te denken, als ik direct in Venray die loop ga doen, die wandeltocht, ja. Ik denk dat ik sponsors ga zoeken. Oké. Okay. En de tweede waar de guy die ik ga vragen, want onze Mark die deed al mee, die was heel enthousiast. Tuurlijk doe ik mee. Ja? Ja, natuurlijk. Nou, dat is goed bezig, Nicole. Dan schiet maar gauw op met die caravan en dan stort maar gauw geld op het nieuw te open rekening. Zeker. Maar kan je me even meehelpen dat je even Johnny en Mieke en nog wat meer vrienden gaat bellen en even uitleggen wat ik ga doen? En als ik eens 10 of 20 heb en ze sponsoren allemaal 100 euro, ja, dan hebben we toch 2000 euro. Ja. Nou, schatje, ik ga gauw verder. Doei, doei. Adoe. Ja, je ziet het, hè? Hoe lang dat ik bezig ben. Ik ben 5 minuten bezig, ben al bijna klaar. En dan heb ik ook mijn smetvrees ook nog. Nou ja, ik denk dat het gewoon makkelijker binnen kortere tijd kan. Kijk, als je de hele tijd loopt lanterfant en je loopt niks te doen, dan, ja, dan duurt het ook lang. Maar als je gewoon doorwerkt, ben je zo klaar. Eens kijken hoe ver de stopwatch is. Nou ja, nog geen 10 minuten. Nou, dan gaan we even de stofzuiger pakken. Ruud is het technische wonderkind van de familie Gillis. Maar op dit moment snapt hij het ook niet meer. Geen audio, geen beeld, alles is naar de kloten. Is het al bijna gelukt? Ja, bijna. Oké. Okay. In ogenblik geduld, alsjeblieft. Kijk, Richard. Ja, ik zeg... Niet? Nee. Nou wel. Nee. Ruud, ik heb hier geen signaal. Een knipperend beeld. Wacht. En nou? Verandert er iets, Blee? Ik heb nu op 1 TV hebben we beeld. O ja. Hebben we nog een stopcontact over, Richard, toevallig? Nou, dat is punt 2. Niks eruit trekken, dat kan niet. Ho, ho, ho! Nee, we hebben geen stopcontact over. Dan moeten we er eentje bij maken. Kijk daar. Kijk, wat een feest. Ja. Dank u. Even kijken links, rechts. Nou, dit is gewoon wat kluit. Dan zoek ik zo'n maken uit. Dan krijg ik deze. Voeding. Oh, ja, nee. Ik heb weer beeld. Nou, dit moet hem zijn. Nou, Ruud. Ja, Richard. Het ziet er goed uit. Ja, weet al, wie wijst naar een ander, weet al, wijst al op mijn 4 vingers naar ze kijken. Hè? Ja, precies. Nee, Richard, maar volgt een overland trekken behalve aan de kabels. Gaan we doen, Ruud. Helemaal goed, dankjewel. Bedankt, hè. Personeel. De familie Gillis heeft er heel veel van, maar het rendement is ruk. Nicole is uit pure woede zelf aan het schoonmaken geslagen. Hallo! Geen idee tegen wie die het heeft, maar Peter komt controleren. Dat wordt leuk. Beetje klein voor Nicoleke. Nou, matje al scheef. Hallo! Gaat goed of niet?
Je bent bijna klaar. Oeh, even erin. Bijna, bijna. Is dat fietsje niet wat te klein voor? Ja, hij is een beetje klein inderdaad, maar ja, dat maakt niet uit. Heb je nou die kakkel aan staan? Ja. Zo daar. Ja, die heb ik even aangezet. Dat kost niet, veel te veel aan gas. Ja, hou op. Boos. Nee, natuurlijk niet. Veronderstelde iedereen... Die heb ik niet aangemaakt, die heeft de auto aangemaakt. Hou op over die kachel. Nee, ik weet niet eens hoe zo'n ding aan moet. Dus kost een hoop gas. Hou erover op. Even de kachel uit. Dat kost allemaal gas, hè. Als Nicole hier 10 minuten aan het poetsen en die kachel staat 10 minuten aan... ja, dan kost dat een vermogen aan gas. Dat is niet goed. En hoe lang doe je er nou over? Nou, ik ben nu 10 minuten bezig en ik ben bijna klaar. Nou, doe maar even door en kijk even hoe het gaat. Je hoeft mij niks te vertellen over werken of hoe dat je het moet doen, want dat heb ik zo gedaan. Dus als ik nou een rondje inspectie rondmaak, dan... Doe je best, zou ik zeggen. En die waterkoker, moet die hier blijven staan? Ja, ik weet niet waar die normaal moet staan. Nou, dat moet allemaal weg hier. Ja, dat staat hier toch niet goed. Hup, twee. Hier, Nicole. Ik weet niet waar ik de waterkoker normaal neer moet zetten, dus ik denk, laat hem maar staan. Nicole? Ja? Waar moet een koffieapparaat staan? De koffie staat... Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Ik denk in de kast, hè? Ik weet het kan niet. Kan mensen er zelf nog uitpakken? Nou, dat denk ik niet. Ja, natuurlijk wel. Waterkokertje. Dat is een zo. Kan de mensen zelf pakken. Als ze geen koffie willen, hoe ze ook geen koffie... Nou, dat moet volgens het handboek. Heb je erbij? Hoe alles moet staan. Nee, maar het stond net allemaal goed toen ik binnenkwam. Ik weet het... ja, maar dat weet jij niet. Jawel. Dat denk jij. Want in het handboek kan je ook precies zien waar het koffieapparaat moet staan, hoe het bestek moet liggen, waar de kommetjes moeten opgestapeld zijn, de schoteltjes. Want iedere caravan moet in de tiek hetzelfde zijn. Ja, dat is gewoon voor degene die schoonmaakt ook makkelijk. Voor de autist is dat. Nee, kijk, wat hier zie je nou. Hier zie je 4 wijnglaasjes, 4 bogenglaasjes, 4 limonadeglazen, 4 bierglazen. Kijk, dat staan allemaal in één oogopzicht. Ja. En dat is makkelijk. Nou, deze is niet goed hier. Wat is niet goed? Hier op slaapkamer is niet goed. Nee, dus er ligt 1 bruin kussen. Ja. Ja, dat weet ik. Maar ja, die ligt er nou eenmaal. Nou, foto maken en Altwin appen. Want Altwin maakt ook altijd foto's. Kijk, er moeten 2 blauwe kussens liggen. Of er liggen allemaal beige dekbedden en kussens. Kijk, maar zo ziet het er niet uit. En daarom is de handboek zo belangrijk, met die foto's erin. Dan weet ook iedere schoonmaakster, hè? 2 blauwe dekbedjes en 2 blauwe kussens. Uh-oh. Uh-oh. Sluit ook niet. Foto maken van Altwin. Nee, filmpje. Nee, je ziet dat hij niet sluit. Ja. Kijk, Altwin. Deur sluit niet. Duwertje of het... ja. Dat is niet goed. Hier is kapot. Niet goed. Ja. Nou, is ook weer schoon. Yes. Nou, Nicole, ik wil hier allemaal in die zak in zitten. Lakens. Vieze lakens zitten erin. Oh, ik denk, er zit een stringetje in. Ja, nou. Oh. Kijk, maar daarom is zo'n handboek ook zo belangrijk, hè? Ik ben benieuwd of zijn medewerkers wel de handboek hebben. Nou, dat weet ik ook niet. Kijk, maar dan kan ze allemaal een plaatje kijken. Hoe moeten de glazen staan? Hoe moeten de bedden gedekt zijn? Ja. Hoe moet het tafeltje met de stoeltjes staan? Ja, want ik weet het natuurlijk ook niet precies. Want wij zetten nou de tafeltjes en stoeltjes zo zoals het moet. Maar als jij het niet weet, zit je misschien wel de lage tafel daar en de hoge daar. Nou, Nicole, dan ga ik ook weer aan mijn werk. Ja. Want ik heb het druk, hè? Hier gaat uw prulletje. Schatje. Dag. Doe die jas uit, joh. Ik krijg het warm als ik u zie. Nee hoor, ik heb het helemaal niet zo warm. Dat valt ik heb nooit een schoonmaakster met een lange jas gezien. Ik ben ook geen schoonmaakster. Nee, maar je gaat er vandaag een dag meedraaien? Nee, ik ga niet vandaag een dag meedraaien. Ik heb er eentje gedaan om te kijken hoe lang ik erover deed. En ik deed er 10 minuten over. Dus dan moet iedereen in 10 minuten dat kunnen? Nou, niet per se in 10 minuten, maar ze moeten er wel 3 in een uur halen. En als ze zeggen dat ze daar geen tijd voor hebben, dan vind ik dat onzin. Nou. Ik heb nou zelf gezien dat je binnen 10 minuten kan. Ik ga me overleggen en huppatee. Op Park Blauwemeer zijn ze bezig met het nieuwste project van de familie. Een piepowagenpark. De eurotjes vliegen met bakken tegelijk de deur uit. Dus Mark houdt een oogje in het zeil. Hier, Roland, dat moet het worden. Mooi uitgetekend voor jou. Kijk, lezen kennen we wel, hè? Ja. Hier, deze moet blauw worden. En al wat blauw moet worden, dan moeten de kozijnen en die zijstrips moeten dan rood worden. Alles wat geel moet worden, dan moeten dan de kozijnen en de strips moeten dan weer groen worden. Ja. Als ik moet helpen, dan zeg dat maar, hè? Ja, dat hoef ik wel. Ik kan me solliciteren, dat weet ik. Ja? Ja, ja. Ik denk niet dat ik word aangenomen. Nee, dat is niet mijn vak, schilderen. Steeds vaker toont die knul leiderschap.
Helaas voor hem komt de grote baas eraan. In zijn vetrollen. Nee, wacht, dat staat er niet. Vette rolls. Niks vetrollen. Maar goed, Mark voelt de druk, want die bolle staat er niet onbekend dat hij langskomt om schouderklopjes uit te delen. Denk ze al in de lak, of niet? Nou, de eerste hoek is gezet. Oh, is dat wel de goede kleur? Jawel. Ja? Ja? Heb je het goede schemaatje welke rood moet worden en welke geel? Ja. En de andere kleuren heb je ook bij je schilder? Ja? Laten we eens even kijken, dat allemaal de goede kleuren zijn. Hij maakt net de blik open, dat kan je nooit zien hebben. Zet aan de buitenkant zit erop. Ja, dat stickertje. Nee, de kleur is wel belangrijk, want Nicole heeft ook de buitenkleur uitgezocht. En binnen heeft ze gezegd, het moet blank worden. Want die gaat ook de inrichting allemaal doen, ja, dus... Maar ik zal er wel iets opzetten, want ja, je zet ook maar wat. En dan moet ik geen ruzie meer willen met Nicole, ja, want... Ik zou niet durven. Het spek aan de kloten hangen, hoor. Ja, ik weet het. En hoe snel ben je ermee klaar dan? Een paar dagen. Ja? Ja. Maar Mark zet er hier druk op. En als de schilder zegt dat ze ook binnen een paar dagen klaar zijn. Een paar dagen. En dan die terrasjes erin, want ze moeten in de verhuur. Ja, want massa is... Ja, kassa. Op Park Blauwemeer komt de grote baas langs om zoontje Mark te controleren... die zelf ook staat te controleren. Lekker voor je zelfvertrouwen. Ver zijn ze? Ja, niet helemaal klaar, maar nog een eind. Ja? Ja. Ja, als je niet erg vindt, blijf ik boven. Nee, ga meekijken, anders heb je het toch niet gezien, jongen? Ja. Schiet al op. Mark! Ja? Waar ben je? Boven. Nee, ik denk, als ik naar beneden kom, dan blijf ik beneden. Mark! Ja? Waar is die man van die pieperwagens? Hier. Waar is die Davy? Kom eens. Stuur hem eens even. Davy. Yes. Hij komt eraan. En waarom ligt hier de zeil nog op? Omdat het dak nog niet dicht is. Ah, dus een beetje thermoschermen ook. Zet dat strapje er eens voor, vriend. Laat maar even een beetje boven hangen als je dat goed vindt. Nee, laat maar zakken. Ik wil even zien hoe het staat. Ja, kijk mooi over het water. Die ook kijken er mooi tussendoor. Dus, Zeker. Kijk, die andere is een goede beheerder, hè? Ja. Want vorige week was ik hier of twee weken geleden. Toen was dat dakje van de speeltuin nog helemaal groen. Wijs er schoon, het dakje, hè? Kijk. Die luisteren wel. Nou, ik heb het hier wel gezien, jongens. Nou, Mark, stuur jij het hier aan? Ja, we gaan we doen. Dat ze klaar zijn, dat ze in de verhuur kunnen. Yes. Ik ga weg, ik heb nog veel te druk. Houdoe. 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 Iedere zichzelf respecterende miljonairsvrouw moet iets te doen hebben. En Nicole doet dat met een seksshop. Dat ze ook een 30 jaar oudere vriend met een slechte conditie heeft, schijnt puur toeval te zijn. Zo, Coco, daar zijn we dan. Zo, ga ik jou ergens vastbinden, Coco? Kom, anders loop je weg. Kom, Coco. Kom maar. Zo. Ja, Coco, ik kom zo. Ik ga mijn paspoppen aankleden. Kijk hoe ze staan in de winkel. Coco, doe eens normaal. Ik heb een aantal setjes die dadelijk ook in mijn winkel te koop zijn. Dus die ga ik eventjes... op de poppen passen en eventjes de poppen in elkaar zetten in de winkel. Kijken hoe het staat. Ja, Coco. Ik ben bijna klaar. Even wachten. Jij mag los. Jazeker. Auw. Die nagels voor jou doen zeer. Even kijken. Sukkel. Gek van. Hier, kijk eens dat been. Beschadigd, hè? Even een beetje bijwerken met gouden verf, waar ze beschadigd zijn. Ik denk dat ik heel mijn koetsjejurk onder de gouden verf heb, want dan... Nou, dan kunnen we eens gaan kijken.
Peter heeft een hele berg vakantieparken, waaronder eentje ergens diep in Zeeland. Niet om de hoek, dus hij is gruwelijk vroeg vertrokken. De beheerder weet waar zijn baas voor komt. Controle. Als die bolle hier verschijnt, staat hij altijd op scherp. En nog nooit heeft hij niet iets te zeiken gehad. Morgen. Goedemorgen. Oh, kijk. Mijn broer is er ook al. Ja, die is er al een hele tijd. Ja, die zou ik een beetje meer in het zicht zetten. Dan val ik een beetje in het niet zo, dat is niet goed. Alles goed? Ah, alles goed, maat. En hier? Ja, prima. Rustig. Is dat de bel? Ja. Als ik achter ben? Oh, dat is slim. Nee, dan hoef ik geen twee man weg te zetten. Nee. Koffie? Koffie, ja, we gaan eerst een rondje maken, denk ik. Oké. En ik zeg altijd, vertrouwen is goed. Dus ik wil het even met mijn eigen ogen zien. Kom, jongen. Heer de Rob heeft vannacht geen oog dicht gedaan. Ja. En weet dat hij hoe dan ook op zijn Zeeuwse lazer krijgt. Waar wil je naartoe? Rij maar rechtsaf. Een informatiebord wil ik even kijken wat er allemaal in hangt. Dit zou ik wel afhalen, ik weet niet wat zit aan de binnenkant. Nou, dat is niet goed, want kijk, ik kan hier al niet lezen wat erachter staat. Nee. En wat is dat daar op die bank, met die vingerafdrukken? Iemand vond dat leuk. Dat moet je schoonmaken. En wij hier bij die drempel staan. Ja, dat snap ik wel, maar ik ga toch niet zulke dingen wegzetten. Dat is de hele snelweg van vol. Ik zou hier dan iets anders. Leg er een grote steen, zo'n rotsblok weg. Kijk, dit vind ik niks. En daar vind ik ook niks. Zet hier wat boompjes weg. Doe hier een grote rots wegzetten. Klaar. Ja. En hier horen nog van die eindblokjes op. Ja, op die drempels. Deze die kwam ergens anders vandaan. Ja, nou, twee eindstukjes bestellen erop. Ja. Rijden. Doet dan iets natuurlijks wegleggen. Ja. Er was geen boom omgezaagd, dat is een dikke boom, dan leg daar die boomstam weg. Dan rijden ze er ook niet meer langs, maar is het wel natuurlijk, snap je? Dat moet nou dé erotische hotspot van Nederland worden. Inclusief webshop. Speeltjes, stoeipakjes, knaagdieren. Nicole heeft alles op voorraad. Als je zo wat chicere dingetjes ziet. Chiekere verpakkingen en zo. Dat is toch vaak zwart en goud. Kijk, zelfs hier staan ook gouden sterretjes op. Even kijken hoe dit zit. Zo. Het is echt wel makkelijk als je geen arm hebt, hè? Zo. Echt gestoord van. Coco, wat ben je nou aan het doen? Blijf eens van dat papier af. Idioot. Hou eens op. Hallo. Wat aan het doen? Paspoppen aan het kleden. Maar wat vind je ervan? Oh, ik vind het wel mooi. Ja, ik heb deze zelf ook, ja. Maar ik heb bij jou het setje al gezien toen je het zelf aan had, snap je? Ja. Nee. Nou, schat. Ik ga verder. Doei, liefje. Doei, doei. Nou, Coco, dan zijn we klaar. Kom maar. Daar aan de kust, de Zeeuwse kust, is Gilles de Grote begonnen aan zijn controlerondje. Dat begint goed, maar dat komt door alle fans. Morgen. Ja, nu lacht hij nog. Maar we weten nu al hoe dit afloopt. Ze zijn namelijk onderweg naar het sanitair gebouw. En het maakt niet uit naar welk sanitair gebouw je gaat. Er is altijd wel wat aan de hand. Het eerste wat me al opvalt is de... Het dakluik is dan dicht en het dak is niet schoon. En ik zou persoonlijk altijd een dubbele deur openzetten. Die deuren zitten niet voor niks erin. Die moet lekker open. Hier zitten stickers op van iemand anders, die wens ik er ook niet op. Kijk, maar je ziet wel, hier hebben we natuurlijk ook van die stickers gezeten. Ja. Kijk, maar die trekken ze van jullie uit zo eraf.
Hier mis ik een aankleedkussen voor de kinderen op te leggen. Dit zit los. Kijk eens onder. Nee, er zit niemand. Nee, weet je wat er gebeurt? Wat hier aan de hand is, weet je dat? Een van jouw gasten heeft zo'n sleuteltje. En die draait die deur op slot. Dan hebben ze een eigen privé-wc. Maar dat betekent dat de rest van de gasten met drukte dat niet kan. En dan hebben we al gelijk, als jij zegt, zomers is het heel druk hier. En je hebt dan van die grapjassen erbij die me op slot doen voor de eigen. En niemand kijkt erna van jullie. Ja, dan is je hele dag geblokkeerd. Dat is niet de bedoeling, nee. Nee. En daar heeft jou, denk ik, jouw schoonmaakster een emmer leeg gegooid. Dus ze is wel geweest. Dat denk ik wel, ja. Ja. Oké, Rob, we gaan verder. Nu het zomerseizoen weer begonnen is, zijn ook de ouders van Nicole teruggekeerd naar hun eigen caravan op Park Prinsenmeer. Dat begint natuurlijk met de nodige klusjes. Poetswerk, inruimen van de kastjes. En Nelis probeert al een week lang dat zenuwslopende level 3 te bereiken. Het is 9:30 's ochtends. Proost, man. Tik hem erin houden. En doe vooral rustig aan. Nou, ben je onderhand zover? Ken die krusgezichtje? Ja. Dat kip maar eens op dan. Ja, hier, alsjeblieft. Nee. Moeten we deze erop leggen? Nee, deze eerst vastschroeven. Ach ja, die moet je eerst vastmaken. Want anders gaat het allemaal liggen schuiven. Zal ik schroefjes aangeven? Nee, doe jij jouw ding? Ik doe mijn ding. En ik doe mijn ding. Maar wel graag hurry up, want ik wil onderhand die vloerbedekking leggen straks. Kunnen we maken is ook niet in één dag. Hoor. Nee, dat niet, maar... Hoeveel schroeven moeten er eigenlijk in zo'n plank? Ik heb ze niet geteld, maar als doosje leeg is, dan ben ik klaar. Ik zou wel even kijken als het goed doet, hè? Ja, dat doe dat maar. Kijk, dan gaat er weer een schroef. Zo is dat deusje zo leeg. Ja, dat snap ik. Kijk uit voor mijn vingers, hè? Ja. Ja, dat heb ik ook. Dan moet jij uitkijken, hè? Die zijn kapot en dat doet pijn. Oh. Nou, leg me neer. Nee, want ik schuif hem mee door. Hier kan ik mijn vingertjes nog tussen. Ja, los en los. Die volgen er ook wat bij leggen? Nee, eerst schroeven. Dat heb ik net al een keer gezegd. Anders gaat het allemaal liggen schuiven. En als ze allemaal in elkaar zitten, krijg je het niet meer geschoven. Een paar minuten aan het licht. Ja, ja. Op het Zeeuwse Park heeft beheerder Rob al een paar draaien om zijn oren gekregen. En de dag is pas net begonnen. Volgende halte, de speelhal. Oh, moet je nu de stekker erin? Nee, die is kapot. Kapot? Ja. Toen hebben we dat wel geplakt, maar dat is weer losgekomen. Dus. Oké, en nou? Dingen zijn besteld, dus ik denk dat dat vandaag of morgen binnenkomt. Oké, want het is niet goed als het niet opgeblazen is voor de kinderen natuurlijk. Nee, daarom. En daar zal je hem hebben, de kroonprins. Die heeft ook net 300 kilometer gereden. En kan al raden hoe leuk deze dag gaat worden. Volk! Klop, klop! Hey, morgen. Binnen. Morgen. Goedemorgen. Maar het is goed dat je er bent, Mark. Want ik heb natuurlijk al een rondje gemaakt met Rob. Ik vraag me nou wel af. Doe jij dat rondje hetzelfde wat ik dan doe met Rob? Want dat weet ik niet. Ja, dat doen we wel regelmatig. Ja, nou, er staat een container voor. Nou, de deksel is zo groen als van de bomen. Er ligt daar, ik denk, een kuub zand op de stoep. Mensen lopen er allemaal doorheen, slepen het allemaal mee binnen. En dan zit je het allemaal zelf te veroorzaken, vind ik. Dan een dubbele deur. Waarom zit er een dubbele deur in? Om open te zetten, dat mensen vrij toegankelijk... en zeker met de corona achter in onze gedachten... jongens, zet dat ding open, dat mensen mooi binnen kunnen doen. Noem maar op. Allemaal de standaard dingen. Waar ik dan denk, jongens, en dat moet ik al zo dikwijls overal vertellen. En dan denk ik, ja, waarom is dat dan ook hier ook weer zo? Ja. Ik kom hier niet iedere week of hoe of waar. Ja, maar dan werk ik erom. Ja. Ja, maar jij moet aansturen. Ja, dat is klaar. Bij de caravan van Henny en Nelis wordt geklust. Dat wil zeggen, Nelis klust, Henny kletst. Een matje voor de kniekjes? Nee. Nee? Nee. Een dekentje, kussentje? Nee. Dat is niet goed. Oh, wacht even. Schroef maar gewoon vast, dat geeft niks. Nee, dat kan niet, want die moet... kom je een stuk balletje kort. Past die niet dan? Want dit is lang zat. Nee, dit moet er... Ja, kijk dan. Dit, echt een hoos. Als ik dit hier neerleg. Ja, en dan die daar.
Dan blijft de gloed maar uit ijzer, of niet? Ik ga weer op mijn plak staan. Volgende. Herm? Ja. Ja. Hij beweegt. Niet goed. Hij wiebelt een beetje. Ja. Kan er nou? Kijk. Zie je? Ja. Ja, nee, hij zit er niet in. Nee, helaas. Nee, hij moet omhoog. Hij moet er niet op kunnen staan, slimmerik. Ja, dat maakt niets uit. Schop er dan tegen. Dan met de hamer. Ja, hij is er. Daar liggen nog allemaal schroeven op de grond. En als je die niet allemaal oppakt, ben je nog niet klaar. Schroeven! De volgende keer huur ik hem meteen. Klaar. Doosje leeg. Jee. Het is loeidruk op het park. De gasten blijven binnenstromen en ze willen allemaal geld uitgeven. Bij horecabaas Samir staat de stress tot zijn oogballen. Beetje erg druk erin. Bezig, Sven. Afgelopen weekend is, of dit weekend is het gewoon heel erg druk. En wij zijn met twee voeten los. Maar wij houden voor. De tent puilt uit. Het is nog net bij te houden. Wie verschijnt er weer precies op het verkeerde moment? Hallo! Hé, hey, Bas! Harry in de tent. En? Lukt het allemaal? Is druk, Bas, maar wij... Druk of drukkend? Ja. Nee, druk. Echt druk. Druk, ja? Ja. En wij nou het meeste verkocht van alles? In principe, de hele menukaart worden verkocht. Is gewoon gekkenhuis afgelopen dag. Ja? Ja, alles is worden echt verkocht. Oké. Okay. En wij missen nog een rechtse handje nodig. Kijk, rechtse handje? Ja, als we zitten binnen, dan heb ik ook een soort iemand die kan buiten. Gelijk ook de mensen aan de werk ook. Ja, kijk maar uit de eieren niet aanbakken, jongen. Die kolkje kan misschien wel even bijspringen. Graag, wij hebben echt nodig. Nee, maar die heeft ervaring in de horeca, maar dat gaan we dan direct zien als ze komt. Graag, graag. Kijk, elke handje is mooi meegenomen nu op dit moment van deze dagen. Nou, we kunnen de druk ook goed verwerken. Ik ga Nicole eens even bellen. Alsjeblieft. Ja, graag. Laat zo weten. Dat is goed. Yo. Aan de andere kant van het park is er ook stress. Er wordt schoongemaakt, geïnventariseerd en Ruud voert al 3 uur strijd met een koffer. Een wesp, denk ik. Als ik het ergens niet op heb, zijn wespen. Ik zou willen dat ik nu iets zinnigs te vertellen had, maar nee, sorry. Nooit meer uitlenen. Nee, grapje. Het is mijn eigen schuld. Kijk. Wat een vel. Knijplank, die miste ik ook. Oh, het is alweer een chaos. Oh ja, hier. Waar die niet past. Oh, kijk eens aan, jongens. Blijf opstaan. Oh. Godverdomme, ze kutzooi. Kut koffer. Ja, als mijn geweld niet blijft zitten, dan heb je niet genoeg geweld gebruikt, hè. Mooi. Ja. Het is druk in de horeca en Peter denkt Samir uit de brand te helpen met een oproepkracht. Dit telefoongesprek kan heel verkeerd aflopen. Kan. Kan Nicole eens even bellen? Dat is goed, Bas. Graag, wij kunnen haar heel gebruik van maken. Oh ja, kom. Kom mee bellen. Goed. Nicole. Hey. Wat ben je aan het doen? Lekker in de zon zitten. Kan je niet eens bijspringen hier achter de bar? Wel. In de Caribbean. Maar ook bij de spoel, hè? Ja, dat kan wel. Of in de keuken, zegt hij. Nou. Mag sowieso niet in de keuken, Mier. Ik heb lange nagels. Oh, ze heeft lange nagels. Mag niet in de keuken. Nee. Oh, je knipt u wel af, zegt hij. Ja. Nou, schiet maar op. Ja, dat is goed. Kom maar. Schatje. Adoe. Ook weer geregeld. Peters vriendin komt dus zelf achter de bar staan. Geen idee of Samir daar blij mee is, maar vluchten kan niet meer. Nicoleke. Hallo. Gaat het druk dus? Ja, volk zat hier achter de bar, zie ik. Ja. Ik vraag me af wat ze aan het doen zijn als ze het allemaal zo druk hebben.
Ja, maar die afwas kan dan in de keuken. Ja. Hé, hey, Nicole, ik heb er zin in. Een ijskruis tegen je kop aan. Nou, het loopt gelijk op rolletjes, hoor. Kwaai baas. Zeker. Het is leuk dat je hier bent. Ja. Ga je de mensen hier aan de sturen, ja, en aan de bar zorgen van het goed lopen? Ja. Dan kan ik in de keuken gewoon... In de keuken blijven en dan zorg ik wel dat hij... Dan ben je mijn ogen. Doorgaat, ja. Is goed. Hey, Samir, neem ik gelijk die bak mee, jongen, met die vuile was. Nooit met lege handen terug, hè? Juist. In de werkplaats dreigt Ruuds omgangsregeling met zijn gereedschapskist een bloedstollende wending te nemen. Ruud, Doc, wat doen? Ja, we gaan het een beetje compleet maken. Hoezo? Ben je wat kwijt dan? Nee, bijna niks. Klein beetje maar. Oh. Dat bestaat niet, mensen. Dat heb ik daar net ergens zien liggen, volgens mij. Wat dan? Ja, dacht ik, hè? Even kijken. Ik denk dat je Stanley Mes gevonden hebt, Fox. Ja, waar dan? Ja, achter je box. Nou, kijk, dankjewel. Nou, hebben we die ook alweer? Ja. Nou, dat ik al wel. Nou gaat hij niet dicht, hè? Ja, jij gaat er denk ik te veel gereedschap in zetten. Hier, vat ik hem even? Ja, wat gaan we doen dan? Even de auto. Oh, naar de auto. Jij bent mega sterk, toch? Nou, jij niet dan? Nee, ja, het schiet me net in mijn rug, weet je wel. Kom op. Ik moet alleen geen klus tegenkomen met inbusmootjes, want dan... Aan een babyzaagje? Nee, dan moet ik jou bellen, Cox. In dit retengezellige etablissement is redding nabij. Nicole staat namelijk achter de bar en zij weet alles, maar dan ook alles beter. Weet je wat je hier neer moet zetten? Een belletje. Als je hier een blad neerzet met een biertje wat getapt is... Kijk, dat biertje dat is al half dood. Dan kun je heel de tijd bij blijven tappen. Als je dan... dat biertje hier neerzet en je hebt hier een belletje staan, net als zo'n keukenbelletje, en je tinkt een keer, dan weten ze in ieder geval, oh, er staat bier, dan moet ik gaan halen nu. Ja, portofoons, oortjes in. Of portofoons, dat kan ook. Nicole, ik wil wel goed doen, hè? Ik wil graag dat je één keer tappen, niet twee keer. Maar één keer tappen. Ja, niet bijtappen. Ja, ik wil ook heel graag dat ik één keer moet tappen, Samir. Anders breng ik me gauw zelf weg, Nicole, dat blad. Welke tafel is dat? Dat weet ik niet, maar ik ken hier heel die tafelnummers niet, dus daar ga ik niet aan beginnen. Nou, hier hangt de plattegrond. Ja. Dan is dat bier helemaal dood voordat ik daaruit ben. Nicole, doe me direct een rivelletje. Ja, dat is goed. Maar moet ik hier komen om jou te bedienen? Nee, aansturen. Wat blad staat er nog, hè? Ja, dat staat er nog steeds. Miron, breng mij even weg. Ik hou de bar wel bij. Wat is dit eigenlijk waar hier allemaal staat? Miron, waarom hebben wij kleine en grote glazen? Dat is toch niet te doen? Nicole, ik heb nog aan mijn rivella gedacht. Ja, komt eraan. Ah, oké. Okay. Even gemak houden. Dank u. Alsjeblieft. Even kijken, die moet gemaakt worden. Die moet gemaakt worden. Die? Nicole, massa is kassa, hè? Ja, ja. Dan kan jij eigenlijk ook niet gelijk tijdig nuttig gaan zitten maken dan. Ik heb al foto's gemaakt met fans. Ja. Kom, meidje. Hallo. Nicole, ik heb nog een rivelletje. Nee, je hebt genoeg gehad. Je hoeft hier niet heel de dag te komen zitten drinken. Gaat wij maar nuttig maken. Ga ook maar wel weg. Ik ben allemaal foto's aan het maken met de fans, dus... Voilà. Trek al het volk hierheen. Nicoleke. Dankjewel, schatje. Schenken voor ja, alsjeblieft. Dan is voor uw handen misschien nog moe gaat, hè? Flesje maar nooit op het glas leggen. Bij jou wel? Nee. Ja. Nicoleke, proost, hè? En misschien nog wat nootjes. Je krijgt geen nootjes. Nee? Nee. Nicole, ik ga weer verder, want ik heb het ook druk. Ik zie het. Ja. Zie je straks wel. Ja, zie je vanavond laat wel, hè. Is goed. Samir, bedankt, hè. Hoi, doei. Doei. Je hebt dezelfde kapper als ik. Ja. Volgende keer in Massa's Kassa doen vader en zoon een dagje Zandvoort om Peters nieuwste speeltje uit te proberen. Altijd balans in de auto houden. Naar die binnenkant, tegen die binnenkant aan. Ja. En weer netjes naar buiten. Ontstaat er een kleine crisis in Ruuds naaiatelier. Dat pokkenpeksje voor Coco past niet. Kreeg de kleren, zou ik zeggen. 15 centimeter te kort. Hoe kan je daar nou naast meten? Ja, dat is wel heel ver om daarnaast te meten, ja. En gaat Peter met... Wauw, ik zie ineens veel te veel vlees. Iets met de personal trainer of zo. Dat ligt hem niet recht in het midden. Nee, een dubbele. Een dubbele wil je. Andersom, ja. Nog eentje. Tot de volgende keer. Houdoe.